Welcome. Damas and Herren, it is the month of November. Okay, Scorpionetje, November is zwaar. Twee eerste weken is positief. Twee laatste weken is moeilijk. Van wekens, the frequency. Derde week is wanneer de boodschappen beginnen. En de boodschappen gedragen een frequency van 8, 9 en 10. Dus dat betekent dat de frequency in deze vier weken van de derde week van november, de laatste week van november, de eerste week van december en de tweede week van december is zwaar voor jullie. Oké, okay, trickery. De eerste week, dat was jullie Scorpion man samen met de boodschattenman probeer iets te doen dat was niet van door de bocht en je wordt kapak hiervan. Dus de eerste week is een situatie waar mensen recognize dat jullie Scorpion man was niet goed van op de hoogte. Een jong Scorpion wil even reizen als een moeder en mensen recognize wat is gebeurd en recognize dat jullie jong Scorpion moeder is woon ergens anders. En jullie Scorpion probeer in contact met je moeder te komen. En een ram was degene dat zit achter te blokkeren van je moeder. Okay? Mensen al recognize een groot rugzak komt voor Leo person, omdat de Leo person heeft heel veel geld genomen aan de volste benoorde kaart en een huge rucksack komt voor een Leo person. Jullie Scorpion man huge beoordelen omdat jullie Scorpion man samen met de boodschap man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht een problematic situatie. Especially een boodschap person gaat het groot beoordelen op jullie Scorpion man gaan brengen vanwege some sort of a conflict van interest, again a brew of so. Tweede week, verdriet voor jullie Scorpion zakenman of Scorpion man. Verdriet, je verloren heel veel geld, moeilijkheid in de tweede week voor jullie oude Scorpion zakenman en heel veel geld. Een maakperson probeert some house of some sort of a apartment of so te krijgen. Ik ga het niet lukken, geen goede nieuws voor jullie Scorpion en een maag, omdat wat je had gehoopt voor komt niet door, geen goede nieuws. Jullie Scorpion probeer een situatie recht te trekken en jullie Scorpion recognize dat je bent betrokken in een problematic situatie, dat there was chaos that was created voor je moeder of je ouders, dat is een steenbok. En jullie Scorpion recognize hoe mensen have je kan manipuleren om iets te doen dat was niet van door de bocht. A tower moment is here for a maag person. Mensen recognize dat a maag person samen met a waterman person have iets gedaan dat was niet door de bocht. De geheim van a maag person en a waterman, some sort of a geheim op de workfloor komt tot een eind en jullie Scorpion komt achter en recognize wat is gespeeld. Verdriet omdat mensen krijgen communicatie. Mensen krijgen een laatste naar communicatie van een tweeling. En krijgen inzicht van dat een tweeling uit de waarheid niet gesproken. Okay? Balance is hier in de derde week. En jullie Scorpion en je kinderen komt en krijgt help van mensen in authority. Jullie Scorpion vrouw en je kinderen krijgt soms een vorm van help van mensen in authority van wekens wat is gebeurd. A tower moment is here for a weeskal. A weeskal now recognize that some sort of an offer of application that of aanvragen dat a weeskal have gedaan wordt niet geleverd omdat mensen recognize a weeskal is niet wie hij of zij is. Communicatie. Jullie Scorpion en je moeder komen in contact. Ik ken in de derde week of in de derde weken mensen gaan zorgen dat jij en je moeder of jij en je kind is goed beschermd. Okay? Dus dat is positief. Jullie Scorpion dat have and was verliefd op een kreef. Je behind up deze relatie, je behind up deze
affair von vacants that you recognize that you come in problema. This, it is a situation that is a bittersweet. The last week for November is a bittersweet and for whom it is that Julie Scorpion recognized that as a crave for manipulate you and block you in some sort of a relatio or some sort of a affair. This affair affect your whole life, and Yuli Scorpion, that was actfully for this a crave. You stop through on that you recognize. Nee, ik moet hier niet in deze relatie. Ik moet niet gaan samenwonen. Ik vind dat this is niet wat ik ben op zoek. Dus jullie Scorpion, some sort of an affair of relatie of samenwonen. Je gaat even achter een stap out of a situatie omdat je recognize het is niet voor jou. Een visman gaat jullie Scorpion helpen. En ik denk dat deze visman recognize dat jullie Scorpion was taken for work. And it can a situation that Julie Scorpion, a fishman had you, Julie Scorpion under the wing of under the arms, can bring help you om a new start to give, zeg maar zo. Omdat deze person is exactly a person and have a heel veel wijsheid over zaken te doen. Moeilijkheid omdat jullie Scorpion recognize hoe je vrienden en kennis heb je taken gewerkt. Jullie Scorpion now recognize dat mensen dat je dacht dat was vrienden en kennis, deze mensen heb je gewoon gemanipuleerd en maak misbruik van jou. En jullie Scorpion is zo, het says, hier heb ik genoeg van later. Problematic situatie met de family en family, daar is issue van wekens door dat misschien jullie Scorpion kinderen, some sort of relatie met je kinderen en hun partner, affect de hele family. En dat komt uit. Communicatie van een Leo. Mensen recognize dat een jong Leo had some sort of aanvraag gemaakt of creëer. En het wordt gecanceld omdat mensen recognize dat deze Leo is niet goed bezig. En behoordelen komt op aan een waterman person, omdat de waterman person formuleert some sort of a geheim en deed een heleboel dingen underneath, behind the schermen, dat was niet van te passen. En het gaat over geld. Een waterman person is nou in heel veel probleem met een stier en some sort of a fraud of a stier en heel veel geld. En een waterman recognize dat een stier have heel veel conflict. Nou, hoe zijn jullie Scorpion hier terug in gekomen? Het is een situatie dat misschien je bent een partner voor de waterman of je bent een partner voor de stier. En jij bent ook in deze situatie omdat het heeft mee te maken met geld dat is vermis of een stier en geld dat is vermis, oké? Okay? Family issue in de eerste week waar some sort of a geheim of iets mensen recognize wie is je echte moeder Scorpion. Mensen recognize dat jullie Scorpion was gewoon misbruik, was van misbruik gemaakt daarvan. Problematic situatie met geld en some sort of a oneerlijk spelletje dat mensen creates around jullie Scorpion with geld. Communicatie wat some sort of aanvraag wat de tweeling af aangevraagd voor financial help komt niet door. Mensen recognize dat deze tweeling is niet wie hij of zij of gezegd dat ze is of was. Problematic situatie met relatie komt op voor jullie Scorpion in deze maand. Het is best wel moeilijk voor Scorpion en relatie. Transition. Heel veel van jullie Scorpion is nu deze maand van november is zo is een leergang. En de leergang is dat je moet goed kijken wie je gaat in relatie met. Je moet goed kijken de mensen dat je have, dat je stap in bed met. Dat soort van situatie is zo is jullie Scorpion die is los met verschillende relaties. Dat soort van situatie. Het affect niet alleen jou, maar het affect de mensen rond jou.
Es ist ein Mann von Genesung und ein Mann von Lehre. Lehre. Find Zeit, um yourself to connect with yourself. Lehre it's over yourself. See the chaos of hoe ben je teruggekomen in een situatie waar je denkt, hoe ben ik hier teruggekomen? Dus het is een maand van leergang. En een maand waar jullie Scorpion moeten jezelf even bij betrokken en recognize dat, hey, ik ben ook de eigenaar van mezelf. En ik de beslissing wat ik maak, dat levert op de effect dat ik moet even meewerken met or de problemen of de chaos dat is in mijn leven gebracht, heb ik zelf gedaan. Okay? Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. En namaste, tot de volgende keer.